Hey, Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word training. In deze video, deze truc moet je niet missen, namelijk opmaak kopiëren en plakken. Echt super handig. Check de hele training op maakietsmedia.nl/word. Opmaak kopiëren en plakken is echt super handig, gaat je heel veel tijd schelen. Stel je voor, ik heb deze 2,30 euro en ik maak er wat anders van, dik gedrukt. Schuin, ik geef het een andere lettertype, paars, of ik ga nog fancier bezig met bijvoorbeeld, ik geef hem een schaduw of zo, whatever. Nou, dan moet je best veel klikken en als je dat bij allemaal wil doen, ben je dus heel erg lang bezig. Dat hoeft niet, want hier onder start vind je hier een kwastje van opmaak, kopiëren en plakken. Hoe werkt dat? Ik selecteer de tekst, ik klik hier op het kwastje, dan krijgt mijn muis die... cursor krijgt ook een kwastje zo. En doe ik hier klik en sleep en hoppakee. Het blijft 1,40 euro, maar het heeft precies dezelfde opmaak gekregen. Super handig. Maar dan moet je wel dus elke keer weer naar dat kwastje toe. En dat kan ook nog handiger met Ctrl-Alt-C en V. Ik laat het je zien. Dus ik heb dit geselecteerd. Doe ik Ctrl-Alt-C. Dus eigenlijk zeg maar kopiëren, maar dan met Alt erbij. Ctrl-Alt-C. En dan selecteer ik bijvoorbeeld deze tekst. Doe ik Ctrl-Alt-V. En op die manier kan ik dus de opmaak plakken, terwijl de tekst hetzelfde blijft. Echt super handig. Nou, dat werkt ook zo met tekstvakken. En ik heb hier een heel fancy tekstvak, mijn smulmenu. Dus ik ga even hier mijn cursor neerzetten. Doe ik even invoegen, tekstvak. Tekstvak maken. Maak hier eventjes een tekstvak. Typ ik hier eventjes mijn... Oh nee, dit waren de zoete dingen. Zoet. Typ ik hier eventjes zoet. Nou, en ik wil dat deze zoet dezelfde opmaak heeft als deze mijn smulmenu. Dan selecteer ik eventjes mijn smulmenu. Ctrl-Alt-C. En dan ga ik hier naar zoet. Ctrl-Alt-V. Tada! Zie je? Heeft hij hetzelfde. En hetzelfde geldt ook voor tekstvakken. Want in plaats van dat ik die tekst nu selecteer, ga ik op de rand van... Dit is een heel groot tekstvak. Ga ik op de rand van het tekstvak staan. Dit is echt een tekstvak met een bijgesneden naar vorm als een hartje, blauwe opvulling en een groene slagschaduw. Nou, anyhow, kijk de film over tekstvakken maken. Daarin laat ik je zien hoe je dat maakt. Maar goed, ik ga dus op de rand van dit tekstvak staan. En als ik op de rand van het tekstvak sta, dan heb ik dus het tekstvak geselecteerd. Ctrl-Alt-C. Dan ga ik hier op de rand van het tekstvak staan. Dus niet zorgen dat die tekst heeft geselecteerd, maar echt op de rand. Ik kan het blijven zeggen. Ctrl-Alt-V. Tada! Nou, en dan denk je, het is geen hartje. Nee, dat klopt. Die vorm neemt hij niet over, maar alle andere dingen wel. Dus de blauwe invulling, de paarse scribbly line en de groene slagschaduw op de achterkant eigenlijk. En dan kan je zelf nog eventjes bij vorm bewerken. Vorm wijzigen. Bijvoorbeeld deze doen. En dan maak je er wat ronder van. En dan heb je hier dus je tekstvak, de opmaak gekopieerd en geplakt. Nou, moet je zelf even mee prutsen dat hij niet over de tekst staat, maar zoiets dus. Zo heb ik hem een beetje kleiner gemaakt en past hij heel mooi. En op die manier kun je dus heel erg snel, heel erg makkelijk de opmaak van het ene kopiëren en plakken op het andere met Ctrl-Alt-C en V.